In deze video probeer ik uit te leggen hoe je een optativus in het Grieks moet vertalen. Er zijn dan 5 mogelijkheden. Als je de video over de term en de vorm van de optativus nog niet gezien hebt, raad ik je aan om die video eerst te bekijken, anders wordt deze lastig te volgen. Hoe vertaal ik een optativus? Net als bij de conjunctivus kan een optativus voorkomen in bijzinnen en in hoofdzinnen. Als er een optativus in een bijzin staat, dan staat in de hoofdzin altijd een verleden tijd. En dan, er zijn 3 manieren om een optativus te vertalen, net als bij de conjunctivus in bijzinnen. Ook dat waren er 3. De eerste 2 zijn ook exact hetzelfde als bij de optativus. Als er in een bijzin begint met hina, hoppos of hoos, en dat wordt gevolgd door een optativus, dan betekent hina, hoppos of hoos op dat of om te, net als bij de conjunctivus. Verschil is dus dat bij de conjunctivus in de hoofdzin een tegenwoordige tijd staat en bij de optativus staat in de hoofdzin een verleden tijd. Ook de tweede betekenis van de optativus in bijzinnen is gelijk aan die van de conjunctivus. Na een werkwoord van vrezen moet je me vertalen met dat. Verschil is weer conjunctivus hoofdzin tegenwoordige tijd. Ik ben bang dat het gaat regenen. Optativus in de hoofdzin een verleden tijd. Ik was bang dat het ging regenen. En tenslotte komt de optativus in bijzinnen voor als een optativus obliquus. Dat is een mooi scrabblewoord voor een optativus van de indirecte re, de zonder en. Dat is de directe reden is, waarom gaat het morgen niet regenen of waarom regent het niet? En een indirecte reden of een indirecte vraag is, ik vroeg waarom het niet regende. In al deze gevallen is de optativus in die bijzin verplicht en mag je hem niet vertalen. In hoofdzinnen komt de optativus op 2 manieren voor. Het verschil kun je altijd zien. In een hoofdzin kan een optativus voorkomen met het woordje an of zonder het woordje an. Die an waren we ook al tegengekomen bij de conjunctivus. Die kan ook de betekenis van een optativus veranderen. Met an hebben we te maken met een optativus potentialis. Dat is een optativus die aangeeft dat iets onder bepaalde omstandigheden het geval is, het geval zou kunnen zijn of het geval zou zijn. Je kunt hem vaak vertalen met zouden of zouden kunnen. Zonder an in de hoofdzin geeft een optativus een wens aan. Mogen jij dit begrijpen? Dat betekent in het Nederlands, ik wens dat jij dit begrijpt. Daar zitten 2 let-oppen bij. In bijzinnen, die optativus potentialis, dus met an, daar hoort heel vaak een bijzin met als in het Grieks bij, waar dan geen an in staat. Voorbeeld, als het gaat waaien, zou de boom omwaaien. Als het gaat waaien, zou de boom kunnen omwaaien. In die bijzin met als staat dan een optativus zonder an. En in de hoofdzin, zou de boom kunnen omwaaien, staat dan een optativus met an. En die wens optativus in een hoofdzin, dus zonder an, die komt vaak voor met het woordje eiten of met de combinatie eigar. En die betekenen dan allebei ach en geven ook dus aan dat iets een wens is. Voorbeeld, ach, mogen het morgen regenen. Dat zou dus een optativus zonder an zijn. En mogen het morgen regenen is een beetje ouderwets Nederlands voor ik wens dat het morgen regent. En dat ach, dat is dan de vertaling van eiten of eigar. Tot hier. Dank voor de aandacht.